Ja. Nu het vrijwel voor 199% zeker is dat Amsterdam over 2 weken de organisatie van de Olympische Spelen 1932 krijgt toegewezen, dacht ik dat het te verstandig was en de raadzaam ook om dat enthousiasme van de Amsterdammers vast te houden en te proberen om ook de Olympische Winterspelen van 1996 naar Amsterdam te krijgen. Het is zo dat ik momenteel aan het rondleiden ben. Lord Melbury. Lord Melbury is een belangrijk lid van de International Olympic Committee. En Lord Melbury komt uit Engeland. En u weet, er zijn 4 kandidaten. We hebben Hinterklem in Oostenrijk, Santa Virgilio in Italië, Alpe d'Huez in Frankrijk en Amsterdam. En ik zal hem laten zien dat Amsterdam klaar is voor de Olympische Winterspelen van 1996. Zoals u kunt zien, de canals zijn beautiful. Cleaned up. Oh ja, there are no sinking bikes anymore in the canals. And I think this is an ideal situation for the skating matches. I see, when we put ice on the canals, you can organize beautiful skating matches in Amsterdam. Jolly good. Perhaps you would like a beer, typical Dutch beer. Oh, no. Thank you. I am not sorry, but moment. I have no longer the promotional Olympic official beer pump, but it's beer in bottles and it tastes as good as Wells. You want a Dutch beer now? No, thank you. No. Perhaps later on we can drink a Dutch beer in this beautiful Amsterdam. The candidate for the Olympic Winter Games in 1996. We'll see. I hope so. Bert Melbury uit tot het paleis op de Dam is. En I think the palace on the Dam is ideal. Qua situation for offering a welcome drink to the athletes of the Olympic Winter Games of 1996. It's damned good. And talking about the drink and the ball, would you like to drink a beer now? A beer? Typical Dutch beer. No, thank you. Not no, yet. It's not the time. The Lord wants not yet to drink a Dutch beer. Perhaps we can go in the palace, then I can show you around that you can see the jolly possibilities. Good. Jolly good. And here, Lord Melbury, you see the I. The I is only the first one letter with ice. Jolly nice. And ice is for skating on, so I think the I is an ideal possibility for the skating matches of the Olympic Winter Games. I see. And right across the I, is the tiny bridge, the magere brug. And right across over the magere brug is the Schreierstoren. In the Schreierstoren where the ladies of the fishermen used to cry van oh, when the fishermen went on the ei. I see. Where we can do the skating for the Olympic Winter Games. I see. So if you will follow me to the Schreierstoren, then yes, you can please see it's another for the chronometering. It's an ideal position. Enormous possibilities. And then you can have the skating here or the hockey on the ice. Oh, yeah. What's your head, please, Lord Melbury? Oh, because the Brits is good, are very gracious, low. Me. Yeah. What's your head? So, but the skaters can go on skating under the Brits, doesn't matter at all. I see. Then we have in the Stopera, it's a new building, which I will show you later, a possibility for the bobsleigh games in the Stopera. Oh, yes, the bobsleigh. En andere wintergames. Ik dacht dat het heel belangrijk is dat Amsterdam, wat wij voor de zomerspelen van 1992 een wat te groot imago hebben gegeven van wereldstad, dat Amsterdam zijn knusheid en zijn charme verkoopt, die het ook wel degelijk heeft. En dat hoort nu eenmaal meer bij de plaatsen waar Olympische Winterspelen worden gehouden. De accommodaties zijn onbeperkt, dat is geen probleem.
talloze hotelbedden wachten de wintersportatleten. Dan wordt er gezegd, ja, maar hoe moet er in Nederland geskiet worden? Ook een Olympische sport van je welste. Ik zou willen wijzen op de mogelijkheid van de boterbergen, de buttermandens, die naar Amsterdam gehaald kunnen worden, waar perfecte aftalingen mogelijk moeten zijn. Ik dacht dat Amsterdams dit alles opgeteld een enorme kans maakt. Een enorme possibility van possible possibilities. Dit is de famous. Je hebt about the top of the sea deck. I see. This is the top of the sea deck. Oh, yeah. And I cleaned the top of the sea deck from all the junks. So there are no junks when the Olympic Games come to Amsterdam. Jolly good. No junks. I cleaned them all far, far away in the ei. I see. And there is always vorst in the Netherlands because we have a queen. I see. You can say there is always vorst in Amsterdam. Oh, yes. That's another advantage of enormous possibilities. Very good. Shall we go on? Then yes, please. I can show you some other places of interest. And it's a very pity that you cannot see it from now, but from the air you see 5 Olympic rings that are welcoming all the athletes to the Olympic Winter Games in Amsterdam in 1996. I hope, Lord Melbury, you have enjoyed all ships. That's a very yes, big I ships. See. Yes, ships, of course. Ships, yes. Great ships. You're trying to fool me, that's you little bastard. What an ships. Arrogance, what an arrogance. Ha, unbelievable. Wel, ik zou zeggen, Topper, die dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Het is toch zo dat wie niet wacht, die niet wint. We kregen in 2058 weer een wereldtentoonstelling. Het moet mogelijk zijn om die naar Amsterdam te krijgen. Ik zou zeggen, als u allemaal 20,58 overmaakt, dan bent u automatisch donateur daarvan. Met elkaar moet het toch 1 keer lukken in Amsterdams. Moet het toch 1 keer samen lukken in Amsterdams. Misschien wilt u een Hollands biertje. En waarom is dan free seas bewerpen geen Olympische zomersport, vraag ik me af. Dus dan gaan we weer lobbyen. En dan hopen we in 96 dat het lukt. En dat Herman er dan nog bij is. Dan is hij 56. Maar ja, dat kan hè, met free seas speerwerpen. Daar kun je tot op hoge leeftijd mee doorgaan met free seas speerwerpen. Als je maar 1 blijft met die speer, als je maar met die speer blijft praten, dan gaat hij als een speer, weet ik zeker, ook in 96 nog met free seas speerwerpen.